Het aantal aangifte met betrekking tot zakkenrollers is toegenomen. Dat maakte de Nijmeegse politie afgelopen winter al bekend. Hoewel de cijfers nog niet definitief zijn, denkt Jamie van Gastel, ook wel bekend als de boevenspotter, dat Nijmegen heel aantrekkelijk is voor zakkenrollers. Voor de zakkenrollers is dit denk ik juist Nijmegen heel erg aantrekkelijk. Omdat voor zakkenrollers die willen niet het gevoel hebben dat ze gecontroleerd goed worden. Kijk, Amsterdam heb je natuurlijk een zakkenrollersteam. Politie die is 7 dagen daar alleen maar bezig om zakkenrollers te spotten. En er worden ook natuurlijk echt honderden gepakt. En hier in Nijmegen heb je natuurlijk zo dat ze gewoon hun gang kunnen gaan. En voor hen is het veel belangrijker als maar gewoon zolang ze hier kunnen rollen. En elke keer lukt, dan zullen ze gewoon hier lekker blijven. Je hebt hele professionele en je hebt echt zakkenrollers die alleen maar zo snel mogelijk iets willen scoren om wat te stelen. Dus ze hebben wel vaak trucs met zakkenrollers. Dat ze bijvoorbeeld zich omkleden binnen een uur tijd. Hè. Want stel dat ze hier 5 minuten geleden ergens in een winkel iemand gerold hebben. Dan zal personeel zeggen, had een witte jas aan met een wit petje. Nou, en zo'n persoon vaak met zakkenrollers die gaan dan hier om de hoek staan en doen een andere petje op en een andere t-shirt. De meest gebruikelijke trucs die zakkenrollers toch wel gebruiken, dat is het moment als ze zeggen. Maar iets afschermen, een sjaal over je arm heen of een kledingstuk om iemand in een winkel te rollen. Dat zijn toch wel de standaard dingen die meestal wel gebruikt worden. Kijk, ik kan al zien dat een blauwe portemonnee erin zit. En dan kijk ik, moet eens kijken dichterbij dus. En dan zou in principe zakkenrollers, die zou dan dit pakken. En dan doen ze zo. En dan is een kledingstuk. En dan zien ze haar. En dan zouden ze dan met hun hand zo erin zitten. Dat die tas dus open is. Kijk. En dan was ik dus al met mijn hand zat ik al in. Maar waar ik toch wel let op een heeft toch wel met de houding te maken van de zakkenrollers. He, de manier van kijken. He, als je hier ook hier kijkt, is iedereen lekker ontspannen op de markt hier. Maar zakkenrollers die zijn niet ontspannen, die zijn heel erg gespannen. En daar is, ik let vaak toch meestal op de houding van een persoon. En de houding verraadt meestal wel of het wel of geen zakkenroller is. Zoals ik nu weet, is het mogelijk dat ik met de 4-daagse hier ga komen. Omdat ik weet dat hier topdrukte is. Ik ga zeker mijn gezicht hier laten zien.